Van militaire voertuigen in gevarenzones tot bussen in de busbaan. Beide maken gebruik van noodloopsystemen. Wat zijn het en hoe werken ze nou precies? De klanten van onze klanten zijn meestal overheden of non-governementele organisaties. Het Rode Kruis, de Verenigde Naties of Artsen zonder Grenzen. Nou ja, het is eigenlijk heel treurig dat dit soort organisaties niet meer ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Maar wij hebben, wat aan de ene kant treurig is, maar aan de andere kant ook heel mooi, wel een aantal mooie referenties gehad uit dat soort gebieden. Mensen die daar gewoon hun werk aan het uitvoeren waren om andere mensen te helpen. En die hebben bijvoorbeeld met een lekke band aan gevaar kunnen ontsnappen. Hier kan je dus zien wat onze markt is. Van militair naar bussen, naar Mercedes'en. Dus wij hebben eigenlijk een vrij grote doelgroep die zich meer concentreert op de beveiligde voertuigen. Dan denk je van, ja, wat moet ik met een bus? Ja, een bus kan ook een probleem krijgen. Het was een vereiste van de klant. Die zei van, ik wil, als ik een lekke band heb, moet ik door kunnen blijven rijden. Want hij rijdt in de zogenaamde beveiligde busbaan. En dan wil ik niet dat er 10 bussen achter komen te staan, terwijl de voorste bus zijn bandje moet gaan wisselen. Dit is een van onze heavy duty wheels. En wij kregen een keertje de vraag van een klant, wat gebeurt er als er op geschoten wordt? Want de veronderstelling was, het is een aluminium velg, die spat uit elkaar. Nou, die uitdaging zijn we niet uit de weg gegaan, dus we hebben deze velg naar TNO gebracht en we hebben daarop laten schieten. Je ziet hier dat we op de velgrand hebben geschoten. De kogel is er mooi doorheen gegaan, is via de safety hump en het velgbed aan de andere kant eruit gekomen. Nou, ja, we waren heel blij om te zien dat de kogels er heel mooi doorheen gingen, maar dat de velg eigenlijk intact bleef. We zien hier dus een runflat. We hebben de band opengesneden zodat je kan zien wat er gebeurt. Als je een lekke band krijgt, dan zorgt die ring er eigenlijk voor dat je op je loopvlak blijft rijden. En daardoor kan je dus zo lang mogelijk gebruik maken van je band, ook al is die eigenlijk kapot. Wat het voor mij erg leuk maakt, is vooral de impact die we kunnen hebben op de doorgang van dat soort missies. Ook al zitten we in een oorlogsgebied met onze producten, wij dragen niet echt bij aan die oorlog, maar wel aan de veiligheid van die mensen die daarin zitten.